Goedemorgen. We gaan vertrekken vanuit Kooi op Jansen. Vertrekken naar Betuwekooi. Een jongen die al 5 jaar bezig is, of 6 jaar. En heeft nu sinds kort een hernieuwde opening van zijn nieuwe zaak. Dus daar gaan we nu heen. We zijn nu onderweg naar Betuwekooi. En ja, de Betuwe, dus je zegt het al. Vol in de bloesems, jonge schaapjes. Goedemorgen, ik ben Jan van Binsbergen, eigenaar van Betuwekooi. Dit is onze nieuwe kooizaak die we afgelopen winter hebben gebouwd. Waar we het nieuwe seizoen gaan beginnen, 15 april, grootse opening. Bij ons in de zaak hebben we uitsluitend de Japanse kooi, van klein tot groot, verschillende Japanse gerenommeerde kwekers, van Hirasawa, Yamazaki, Maraboshi, Sakai Fishweiler, Omosako, enzovoort, enzovoort. We beginnen al bij de kleinste visjes, tot zijn mix, blijft leuk om mee te beginnen. We hebben wat grotere mishuis, van Marusai Koi Farm. Ik had dit jaar weer de eer om naar Japan te mogen gaan, samen met René Jansen, om deze zelf weer te selecteren. Vorige week zijn deze vissen uit Japan gekomen. Die proberen we zo goed mogelijk in quarantaine te houden, een maand lang minimaal, voordat ze dan naar de klant kunnen. Jumbo Topsize, Maraboshi. Zeer gerenommeerde kwaken geweken, waar ik erg blij was dat ik daar mocht selecteren afgelopen jaar. Ook voor de wat hogere kwaliteit kooien bent u bij Betuwekooi aan het juiste adres. Afgelopen november hebben we hele mooie showa's binnengekregen van Kazen. Danische bloedlijnen. Hele goede vissen. Sakai Visfarm, altijd goed eigenlijk. Nissai, 2-jarige vis. Aangezien wij proberen in onze zaak dat iedereen welkom is. Ook de mensen met een wat lager budget voor kooi. We hebben ook een hele leuke Tossai mix van Marusai Koi Farm, Hirasawa. En zo proberen we de beginnende hobbyist en mensen met een lager budget ook van dienst te kunnen zijn in onze zaak. Zoals eerder op de vlog te zien was hoe ik deze aan het selecteren was bij Takahashi. Vissen zijn zeer goed overgekomen vanuit Japan. En ook al een paar van verkocht. Dus een hele mooie Tossai mix. En dat is dus het grote voordeel als je zelf naar Japan toe gaat. Dat je ze zelf kan selecteren. In het midden van onze zaak hebben wij een showdrive neergezet van 23.000 liter water. Waar wij momenteel de Nissai en de Sansai kooi van Marusai en Papi Rizawa opgevangen hebben. Deze vissen zouden nog een week of drie bij ons verblijven. Voordat ze naar de nieuwe eigenaren gaan. Het blijft toch altijd spannend met zulke grote vissen om die te transporteren vanuit Japan. We zijn weer aan het einde van de vlog gekomen. Bedankt voor jullie komst. En volgende week zaterdag 15 april, grote opening, Betuwekooi Maurik. Yes.